aanmaken van een blog in Dynamic Group 10. We gaan naar Navigation, Artikelen. En hier zien we eigenlijk al een overzichtspagina staan. Nieuws met daaronder een artikel. Wat we kunnen doen is een nieuw artikel aanmaken onder nieuws. En nadien ga ik ook nog eens laten zien hoe je een volledig nieuwe blog aanmaakt. Dit is ons eerste blogartikel. We willen eigenlijk dat alle artikels onder nieuws dezelfde layout hebben. Dus wat daarvoor het makkelijkste is, is eigenlijk het kopiëren van zo'n artikel met de rechtermuisknop of met de drie bolletjes of kan dat ook. Copy hier. Oké. Dan gaan we eerst de naam van de pagina aanpassen. Rechtermuisknop. Edit. Hier kan je de titel aanpassen, de afbeelding, de tekst, de datum. Voilà. En je klikt op Save and Close. Nu zie je dat op de overzichtspagina automatisch het nieuwe artikeltje erbij is gekomen. Omdat de datum recenter is, wordt dit artikel eerst getoond. Als de datum na deze datum is, wordt het artikel erachter getoond. En de pagina zelf ziet er hetzelfde uit. Je ziet hier dat de tekst is aangepast, de titel bedoel ik. En hier kan je dan zelf alle tekst gaan aanpassen naar wens. Wat je uiteraard ook kan doen, is nog nieuwe blokjes toevoegen om ja, het artikel eigenlijk een andere layout en andere tekst te geven. Het aanmaken van zo'n nieuwe overzichtspagina gaan we dan ook doen onder artikelen. Rechtermuisknop. New page. En we kiezen voor een article list page. Dat is zo'n overzichtspagina. Je ziet dat het icoontje hetzelfde is als hierboven. We gaan weer de naam van de pagina aanpassen. Save and close. Dit is onze eerste overzichtspagina. Wat we hier kunnen doen is eigenlijk starten met het bouwen van de pagina door op het geel plusje te klikken of eerst articles hieronder toe te voegen. Om een article toe te voegen, rechtermuisknop, new page en dan kiezen we voor article. Ons eerste artikeltje staat ook klaar. Om de pagina van het artikel te bouwen, klikken we op het gele plusje en gaan we bijvoorbeeld starten met een header. Hier kan ik de tekst dan weer aanpassen. Opslaan en hier is onze eerste header gemaakt. Hieronder kan je dan nog zoveel content als je wilt toevoegen met het plusje. En dan aanmaken van kolommen met daarin nieuwe blokjes of bestaande presets kiezen. De overzichtspagina. Hier zouden we graag alle artikelen tonen. Dat kan door te klikken op het plusje. En dan gaan we weer naar de presets. Hier heb je bijvoorbeeld de layout dat alle articles toont. Hier zie je dan momenteel nog de articles van een andere blogpagina worden ingeladen. Dat gaan we even aanpassen door hierop te klikken. Naar Advanced te gaan en hier de juiste pagina aan te duiden. Je ziet nu dat het nog naar nieuws gaat. We gaan naar test. Dat is omdat we gebruik maken van de presets. Zo, een preset is eigenlijk opgeslagen met de layout van de andere blogpost. We kunnen natuurlijk ook nieuwe blokken maken en dan moet je van nul dit nog koppelen. Nu zie je dat ons article wordt ingeladen. Het heeft geen afbeelding en geen titel, omdat we de titel van de pagina niet hebben aangepast en we hebben ook nog geen afbeelding toegevoegd. Dat kunnen we uiteraard nog even doen. Door hier een afbeelding toe te voegen, hier een tekst toe te voegen, eventueel de datum nog aan te passen en dan opslaan en sluiten. Daarnet heb ik op de overzichtspagina laten zien hoe we een bestaande preset toevoegen. Als we nu de overzichtspagina zelf willen opbouwen, kunnen we kiezen bijvoorbeeld voor één kolom.
In het groene gedeelte klikken we weer op het plusje. En dan gaan we zoeken naar de articles. Een article list is eigenlijk de preset die we daarnet hebben gebruikt, maar dan van nul opgemaakt. Titel invoegen. Hier zijn alle settings die je erop kan toevoegen, zoals de layouts, hoe je het wilt tonen, een grid, afbeelding. En hier zitten we weer bij Advanced. Hier kan je weer Page doen. En dan kan je gaan aanduiden welke artikelen je wilt tonen in je overzicht. We pakken nu deze, dan gaan we wel twee keer dezelfde blokjes onder elkaar hebben, maar het dient als voorbeeld. Nu zie je dezelfde layout hier staan. Dit heeft een grijze achtergrond, dit heeft een witte achtergrond. Meer daarover in de content video.